Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal Camper TV. Deze keer staan we op een camperplek in Burgstadt in Duitsland. En Burgstadt ligt vlakbij Miltenberg. Dit is een gratis camperplek en hij heet Winterfestplatz. En waarom die zo heet kun je achter mij zien. Camperplek is namelijk overdekt. We gaan daar eens even een kijkje nemen. De verzorgingsplaats van deze camperplek ligt net ietsjes buiten de camperplek. En is een mooie plek, is goed toegankelijk. Goede toegangsweg. Je kunt hier eigenlijk een halve ronde rijden, dus je rijdt zo van de weg de verzorgingsplek op. Mooi aangelegd, mooie vaste ondergrond. En hier kun je dus je grijswater lozen, je kunt hier je cassette toilet lozen. Je kunt hier water tappen, drinkwater, dat gaat dan tegen betaling. Hier gaan stukken van 1 euro moet je hierin gooien. Maar het leeggooien van je toilet en grijswater kan natuurlijk kostenloos. Ja, we kennen deze plek goed, we komen hier vaker. En er staan altijd campers, soms wat meer, soms wat minder. Het is nu medio mei, het is niet zo heel mooi weer. We hebben al best wel veel regen gehad en het is ook nog niet zo heel warm. Toch staan er redelijk wat campers al op deze plek. En deze plek is het hele jaar toegankelijk. Hij is gratis, dus je hoeft hier niets te betalen om te staan. En het zijn natuurlijk prachtige plekken. Het is allemaal asfalt, dus het is heel mooi vlak. Het is een winterfestplatz, dus er gebeurt wel eens wat. Er is wel eens een evenement. Ja, en als er een evenement is, dan is de camperplek niet toegankelijk. Maar dat is niet zo heel vaak. En dat is ook vaak in de winter, dus dan zal het hier ook niet zo heel druk zijn. Hier kun je dus zien dat de plek echt bedoeld is voor campers. Er is een verbod voor auto's en motoren. Dus het is echt een plek exclusief ingericht voor campers. We zien hier het informatiebord en nogmaals parkeerplaatstoegang. Ja, wat bijzonder is van deze plek is dat er is dus een overdekt gedeelte bij. En dat is normaal gesproken de winterplek waar dus de evenementen worden gehouden. Dan moet je denken aan wijnfeesten, een kerstmarkt waarschijnlijk. Maar omdat het overdekt is, kun je, als je zou willen, met je camper ook overdekt gaan staan. En als het wat slechter weer is, zoals nu bijvoorbeeld het geval is, ja, en je wilt droog in en uit kunnen stappen in je camper, dan is dit natuurlijk een mooie plek om te gaan staan. Uiteraard heb je geen satellietontvangst hier. Er zijn een aantal stroomaansluitingen. Dat kun je hier dus zien. En hier staan we dan bijvoorbeeld bij zo'n stroomaansluiting. En dat werkt door middel van een automaat. En dat kost 1 euro voor 3 uur. Dus echt goedkoop is het niet als je de hele dag stroom wilt nemen, want dan ben je dus 8 euro kwijt per dag. Maar als je zegt van ik heb heel even stroom nodig, ik heb voldoende aan 3 uur, dan kun je hem inpluggen en dan heb je voor 3 uur voor 1 euro stroom. Zoals gezegd, je kunt kiezen of je de camper dus aan de buitenkant zet of dat je de camper overdekt zet. Mooie vlakke plekken dus, gratis. De camperplek ligt aan een redelijk drukke weg. Je kunt het misschien wel horen nu. En overdag is dat best wel een drukke weg. 'S Nachts valt het reuze mee. Natuurlijk hoor je het als er een auto voorbij komt, maar 's nachts is de weg een stuk rustiger dan overdag. En wij hebben echt nog nooit veel last gehad van deze weg. We hebben er prima om geslapen. Ja, voor ons is dit een prima overnachtingsplek, maar dat niet alleen. Het is voor ons ook een fijne uitvalsbasis. Vanaf deze plek is het 2 kilometer tot het historische stadje Miltenberg. En de plek ligt ook direct aan de Main. En daar zijn diverse fietsroutes die je direct hier kunt beginnen. Iets verderop is een station. Dat is ongeveer 400 meter. En daar zijn ook openbare toiletten. Dus als je daar gebruik wilt maken van het toilet, dan kan dat. Je moet er alleen even een stukje voor lopen of fietsen. Iets verderop zien we ook allerlei afvalbakken staan, dus je kunt hier je rommel ook kwijt. En kijk eens wat we hier voor bijzondere combinatie zien. Dat is een caravan-achtig, ja, zo'n afkoppelbare camper is dat. Je ziet het wel vaker, maar in deze vorm heb ik het nog niet eerder gezien. Het ziet er ook, wat mij betreft, wel een beetje uit als zelfbouw. Dus het achterste gedeelte koppel je af, er zitten zelfs nog wat voorwieltjes onder. En dan heb je aan de voorkant heb je gewoon je auto die je kunt gebruiken. Echt een bijzondere camperplek dit. Ik ben nog niet eerder tegengekomen dat je je camper overdekt kunt stallen.
Ja, we zitten hier in de zogenaamde hekkenwirtschaft. En de hekkenwirtschaft, dat is een lokale gelegenheid en meestal is dat een wijnmakerij. En een aantal dagen per week zijn ze geopend en dan kun je hier ook wat eten. En natuurlijk adviseren ze om hun eigen gefabriceerde wijn erbij te drinken. Maar het eten is echt een hele lokale specialiteit. En er zitten er meerdere in de straat hier en om de beurt zijn ze een dag open. Dus je moet altijd even goed kijken welke geopend is. En als ze dan geopend zijn, dan is het ook een drukte van belang. Want ook de lokale bevolking gaat hier vaak eten. En het zijn ook lokale specialiteiten wat ze hier aanbieden. Het is nu 12:30 en de zaak zit helemaal vol. En we gaan eens even lekker een hapje eten. Kijken wat ze hier voor lokale specialiteit voor ons hebben. Nou, we hebben ons eten gekregen. We hebben een lokale specialiteit. Gebakken ribsjen heet dat. Met uieringen en met gebakken aardappeltjes. En dan betaal je dus €7 voor. Een enorm stuk vlees. Een hele behoorlijke schep aardappelen. Uien. En dat is het eigenlijk. We hebben heerlijk gegeten. Als het mooi weer is kun je trouwens ook buiten eten hier. De zon schijnt nu wel weer eventjes, maar het is nog een natte dag vandaag. We hebben dus heerlijk gegeten hier. En tot zover weer deze video van Camper TV. Ik hoop dat je hem leuk vond. Geef dan even een duim omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.